Stoomvaste. Stoomvaste Radio. Voor u. Voor jou. Voor ons allemaal. Ja mensen, ik wou u dat niet onthouden. Heel belangrijk bericht voor alle Surinamers en voor alle Nederlanders natuurlijk. Maar meestal, merendeel voor de Surinamers die hier woonachtig zijn. Van hoe of wat met betrekking tot corona. Vandaar dat ik u heb laten luisteren naar een live gesprek met de demissionair president Mark Rutte. En minister van Volksgezondheid, De Jonge. Ja, het is heel moeilijk, weet u, mensen verheugen zich erop, maar ja, het enige wat je kan zeggen is vragen om een beetje volwassenheid, weet u, om te zeggen van ja, je kan wel willen, maar je zal toch wel moeten, ja, gaan praktiseren over het feit van wat jij wil, dat hoeft niet per se zo te zijn dat dat virus dat ook wil, weet u, dus mensen, kono doedong. Weet u, het is vreselijk moeilijk. Maar het is vandaag dinsdag, 13 april 2021. Ja, ik zou zeggen met betrekking tot het coronavirus zorg er gewoon voor mensen dat je aan de regels houdt. Nou, dat wie het nodig vindt om een terrasje te gaan pakken, ga maar doen. Zoals een koeienolbeertie, weet u. Ik vind het zo irritant dit, hè. Allemaal bitte even door de door op ons door, maar nee. Ja, de hebzucht van mensen, weet u, met geld. Ja, en dan erbij klagen dat ja, dat ding duurt te lang. Ja, maar jij zorgt ervoor dat het te lang duurt. Terwijl als iedereen zich strikt aan de regels houdt, 2 weken vast, ja, dan lekker quarantaine toch? Niemand gaat de deur uit, je koopt je eten en blijft thuis. Klaar, punt uit, alles pot dicht. Dat wil ik hoe zei dat toch? Weet u, ja, dan heb je geen beweging, vrijheid, en dan heb je geen mogelijkheid tot overdracht. Maar nee, we doen maar. En we gaan maar proberen en dat soort dingen. Dan wordt het nog langer, dan blijkt er nu 3e piek. Weet u, 3e golf, ja. Wie zegt niet dat er een 4e golf komt? Wie zegt er niet dat er weer andere variëteiten opdoet, mensen? Dus ja, het is moeilijk hoor, met de mens gesteld. Weet u, Isabi, virus, deze virus, is zo onberekenbaar. En het is wetenschappelijk zelf nog niet verklaarbaar. Kijk maar wat er gebeurt. Nu ook. Ibotakitak, Bakara, Hei, Skoro, Leri, Alassani. Ja. En ja, grote fabriek hier, man. Janssen en Janssen. Weet u. En wat zie je gebeuren? Zelfde verschijnselen als AstraZeneca. Dan moet er wel een verband zijn, ja. En wanneer mensen dan het vertrouwen verliezen. Met name, dacht ja, maar wacht, kom, wacht even. En ja, Isabit, taki, smawango, dwing even je kon, Sani. Dan moet je niet klagen wanneer mensen zeggen van, no, hier, Jugo Fossi, misal, wacht, Isabit. Omdat, ja, je moet niet doordrammen, mensen. Want ja, je bereikt er niks mee, Isabit. Anotaki bayasani, ispeni money. Dan ja, koste wat het kost. Ja, we nemen onze verlies. Want toen we dit, dan gaan we omang ertegen. Isabi, ja, dan sorry voor degenen die dood zijn. Ja, maar wie maakt dat keus, mensen? Isabi, deze keuze is niet aan mensen voorbehouden. Als je weet dat het ding niet geheel veilig is. Je hoort ook dat 94%, 95%. Of zelfs 99%, ja. Maar die mensen die in de categorie gaan vallen van 1%, hoe zit het daarmee? Hoe zit het daarmee? Dus mensen, het wordt moeilijk. Het wordt vreselijk moeilijk. En ik ben blij dat ik deze keuzes niet hoef te maken. Want het zijn meestal politieke keuzes natuurlijk. En elke keuze die je maakt, is een verkeerde keuze. Is altijd een verkeerde keuze. Is een verkeerde keuze voor degene die komt te ontvallen. Het is een goede keuze voor degene die wel baat heeft bij dit middel. En die, ja, kan dat schipje zo, maar ja, wacht even dat hij daar komt hij er sterker uit de bus. Dat kan. Weet u, dus ja, het zijn hele moeilijke tijden tegen nu. Maar het zijn heel bijzondere tijden.
heel bijzondere tijden. Want COVID leert ons mensen van, kijk, de mens is niet oppermachtig. De mens is niet oppermachtig, ja. Alles wat jij hebt opgebouwd, kan je binnen no time kwijtraken. Dat besef moet tot de mensheid doordringen, ja. We zijn in staat om een raket te sturen helemaal naar de Mars. We zijn daar nooit geweest. Nooit geweest. We weten het niet. Ja? Toch weten we precies waar we zo'n een raket kunnen laten landen. We weten precies hoe we zo'n raket zijn deur kunnen openen om een auto eruit te halen, om te gaan exploreren. Maar dit kleine virusje, die speelt ons parten. Die speelt ons vreselijk parten. Enerzijds moet ik gewoon nadrukkelijk toegeven. Hier zie je de hebzucht van mensen, Big Pharma, weet u, die grof geld verdienen. De Europese Unie moest komen met exportverbod. Omdat, ja, kijk, AstraZeneca, dat bedrijf zit ook in dingen, hoe heet het, Europa, ja. Maar het is van oorsprong Engels met nog een of ander Scandinavisch land. En die Engelsen, ja, die vaccineren massaal, omdat, ja, ieder voor zich. En ja, Brexit toch, mensen. Weet je, dus die Engelsen hebben niks met jou te maken. Dus ja, vaccinaties worden hier gemaakt. Er is een contract van, ja, je moet zoveel leveren, maar ja. Dan krijg je alle reismoesjes van zo'n fabrikant. Die zegt van, ja, maar ja, ja, problemen hier en dat soort dingen. Maar in die tussentijd ziet de Europese Unie van, wacht even, je takkie, alle reis aan niet. Problemen heb je. Maar in die tussentijd ben je wel miljoenen vaccins aan het uitvoeren. Hoe kan dat dan? Om te leveren naar ons, omdat die tikkoe Monique. Ik dacht, jongen, Miki Simonikba, dat is mijn Spang. Ja, ik ga komen, maar die deed aan in de Spang. Maar ik ga nu een nieuwe markt aanboren. Daar zie je de hebzuchtig mensen. Isabi, you take me money. Mijn dralen naar jou. Maar nu mijn suko, extra money, want ja, look at that one. Dus dan moet ik dat die eng. Weet je, kapitalisme toch, mensen. En ja, wat doet de Europese Unie? Oké, okay, je me kent dat toch, dat we stoppen. We leggen een exportverbod op dat vaccin. Op die vaccins die jij moet leveren aan ons eerst. En ja, je komt je contractverplichting na, je leveringsverplichting. Zodra je dat bent nagekomen, dan mag je de rest, wat jij produceert, exporteren. Dus elk land gaat voor zich spelen. Weet je, ze kijken naar zichzelf. En al dit soort dingen maken dat COVID een vreselijk vervelend iets is. Anderen verdienen er geld aan, anderen gaan er dood aan, anderen twijfelen eraan. Ja, en dat die dingen. Het is moeilijk, mensen. Het is vreselijk moeilijk zoals het gaat in de wereld hiermee. En ja, de Chinezen zijn vreselijk geheimzinnig hierover. Want ja, er is een hele delegatie van mensen geweest die zeggen, well, we moeten wat onderzoek doen in Wuhan. En ja, mijn aftijgie is al fascinatie dat toch de man heeft verdoezeld alles. Ze willen het niet laten zien. Want Amerika heeft ook al gezegd van, moet je luisteren, kijk, dat ding komt van jou af. En wij hebben schade geleden. En ja, die schade moet vergoed worden. Kapitalistisch denken toch, mensen. Ik heb schade geleden, omdat er een virus bij jou is ontstaan. Wie gaat dat vergoeden, al mijn schade? Ja, moet je luisteren, als de hele wereld zich keert tegen China om te zeggen, ja, maar ik ook. En ik zag er die Amerikanen, je moet mijn schade vergoeden. Dan hebben we een probleem, ja, weet u. Dus mensen, ik zeg één ding voor de COVID-situatie. Van kijk, het is goed voor de mensheid dat dit ding ons overkomt. Want het geeft ons stof tot nadenken. Stof tot nadenken in welke zin? Ja? Wij zijn niet feilloos. Ja? Wij zijn niet oppermachtig. Ja? Want het virus kan ons zo de baas zijn, zo'n groot impact hebben op ons leven, ja, dat we helemaal in de war raken. Anderen worden hebzuchtig, greed. Ja. Anderen willen een slaatje uitslaan, hè, Isabi. Ja, anderen. Even kijken hoor, mensen. Want
Ik hoor mensen buiten rommelen. Maar ja, goed. Ja, dus... Maar het heeft ons... tot een bepaalde niveau gebracht... dat we ons moeten gaan kunnen gaan bezinnen. We moeten ons gaan... Het moet ons doordringen... dat al die vrijheden die wij... waarvoor mensen gevochten hebben... ineens zo weg zijn. Vrij zijn. Ja, je kan niet vrij zijn. Het lukt je niet meer. We moeten ons weer gaan beperken... tot een bepaalde ruimte... waarin je niet in contact komt met mensen. Vroeger gingen we elkaar uitbundig begroeten. Nu kan het niet meer. Weet u, dat zijn dingen die ons ontnomen zijn. Weet u, dus dat zeg ik van, kijk... je moet mensen kunnen uitleggen ook van, ja, misschien... het heeft een slechte kant, maar het heeft ook een goede kant. Want het laat je bezinnen van... wat voor waarde het leven had... en wat je kwijt bent geraakt. En je kan er niets tegen doen. Niets. Ja. Ja. En kijk, dat van dat hebzucht gaat spelen. Want iedereen wil een slaatje uit deze situatie slaan. Wat heel slecht is, omdat het om gezondheid gaat. Isabel. Het is moeilijk, mensen. Het is moeilijk. Maar het is dinsdag. Weet u. Dit is dat Nederlands gedeelte. Ja. En ja. Laten we ons focussen op Suriname, mensen. Laten we ons focussen op Suriname. Want kijk, in Suriname gaat het ook bar en bar slecht. Ja. Maar ja, daar zie je geen greed. Maar daar zie je meer iets onkunde. Weet u, vreselijk veel onkunde in Suriname. En ja, mensen die totaal de kluts kwijt zijn en niets begrijpen. Ik heb een beetje tijd gehad om te kunnen kijken naar dat ding van die jongen die aan het protesteren is. Mensen, die jonge feller. Ik vraag me af van, wat moet je daarmee, man? Echt, ik snap dat niet hoor, Isabi. Ik heb ernaar zitten kijken en dat soort dingen. En een jong boy, het kan voor velen van ons, inclusief mij, zou je eigen kind kunnen zijn, je eigen zoon, die daar staat en allerlei dingen roept. En kijk nou, even je taxani, prima, weet je. Hij heeft het over, de politie moet zich identificeren, is waar, vraag hem, ja. Weet je, want je moet niet ervan uitgaan dat we allemaal staan weer een uniform. Nou, een scooter. Ja, laat de politie zich identificeren. Goed. Vroeger had de politieagent een nummer op hun kracht, dan noteerde je dat. Dan ging je je beklag doen van, ja, agent met zo'n nummer. Die heeft me onheus behandeld, Isabi. Mijn sabbat van de morgen, nou, Isabi. Dus een herkenningsteken. Maar ja, ik vraag me af, van, moet je luisteren? Maak een mond dood hier, alsjeblieft. Ja, kijk, ik ben zo iemand. En de politie heeft toch een eigen ID. Weet u, mensen. Dus ja, laat hem zien. Ja, maar nu, er is ook identificatieplicht in Suriname. Als je staande wordt gehouden, dan moet hij voldoen aan de vordering van zo'n agent. En dat ben je C-C-C-C, de Mickey. Want kijk, er is weer een zwarte Amerikaan doodgeschoten in Amerika. En je kan er alles op hangen en dat soort dingen. Maar als je dat ziet, wat er in Suriname gebeurt, dan begrijp jij wat er ter plekke gebeurt met zo iemand, waarom er altijd ongelukken gebeurt. Omdat... Heren, ik weet dat vele mensen boos gaan worden op mij. Maar je ziet zijp zetten. Ja? Wanneer je ziet dat de politie iemand staande houdt. Ja? Dan je ziet het trouwens van de regering naar de sandati. De politie moet zijn werk in alle vrijheid en veiligheid kunnen doen. Maar als dan zij ziet dat weer. Dat maakt dat de politie... zijn werk niet in veiligheid en vrijheid kan doen. Maar hoe komt dat dan? Ja, door die omstanders. Wat koop je ervoor? Totaal niets. Totaal niets. Je brengt de politie in gevaar door zo te handelen. En dan gaan er ongelukken gebeuren. Want het moment dat jij gaat bemoeien met een arrestatie, ja, dan kan ik jou één ding garanderen, mensen. Er gaan ongelukken gebeuren. Er gaan echt ongelukken. En je ziet het telkens in de zwarte gemeenschap. Altijd zie je het. Altijd. Ja.
Ik heb nog nooit een Aziat gezien in Amerika. Ja, en ik geloof me, er zijn een hoop. Er zijn Koreanen, Vietnamezen, Chinezen uit China. Noem maar op. Ik heb nog nooit een agent gezien die een Chinees heeft doodgemaakt tijdens een arrestatie. Weet u hoeveel Indiërs in Amerika wonen? Kijk dat ding wat je hoort, Ramada in, Ramada in. Je moet niet vergeten, het is een hele hotelketen van Indiërs. Die mannen hebben het meegemaakt in de dingen. Je hoort weinig dat er, ja, een Indiër is doodgeschoten, jongen, door een agent van politie. Ja. Of dingen, een Latino. Je sabi van een Latino ook, toch? Colombianen, al dat soort drugs en dat soort dingen. Je hoort het nooit, echt. Latino is, jongen, scoto, ik wil niet zeggen, maar kilo van Latino, jongen, of van Mexicaan, je hoort het niet. Maar telkens in de zwarte gemeenschap ga je dat horen. En ik zeg je, kijk, wij zijn er getuigen van waarom het fout gaat. Ja? En wanneer je in een rechtbank zit en de rechter kijkt naar die beelden en ziet hoe die omstanders heen gaat en dat de politie gedwongen is om fouten te maken. Ja, omdat jij je inmengt in zijn werk, dan moet je niet boos worden wanneer de politie zo'n agent vrijspreekt. Omdat, ja, kijk, het is overduidelijk, mensen, Isabi. En ja, je weet toch, wij zijn er snel mee. Ja, racisme, discriminatie, al die dingen. Weet u, ik heb altijd gezegd, maatschappelijk gezien, als je nou kijkt, wanneer twee zwarte Amerikanen, twee Antillianen, twee Surinamers van Creoolse afkomst elkaar doodmaken, nooit je er aan. Maar je non prefuru dat je een van de man zijn kon deden, nou een Creoolman en een man zijn dader, nou een wit man. Daar ga je het horen, hoor. Daar ga je het horen. Weet je, mensen, terug naar Veller. Als ik er naar kijk van wat er daar gebeurt, ik vind het vreselijk triest. Ja? Die man schreeuwt over wetgeving, nou, die standaard. Ja, inderdaad, mensen hebben het democratisch recht op vrijheid van meningsuiting. Ik vind het goed demonstratierecht in grondwet voedsel. You know, vinding, het staat er niet. Ja? Er staat nergens geschreven, iedere burger heeft het recht op de demonstratie. Nee, het heeft te maken met vrijheid van meningsuiting. Hey, je verkondigt je mening in een protestdemonstratie. Ja, goed. Dat zijn je grondrechten, ja. Maar hier is nog een bijzman, een man in zijn naam. Je legt het dus uit dat hier is nog, kijk, je hebt inderdaad demonstratierecht. Maar je moet iets verder lezen. Lees goed tjus omhoog, varen. Want er staat nog iets geschreven. Dat de recht kan beperkt worden op drie gronden. Ja? Een van die gronden is volksgezondheid. En het volksgezondheid nu van Suriname is in het geding. Daarom heeft Suriname dat noodwet aangenomen, toch? In verband met COVID. Hey, tak hier, nou, kijk, je hebt demonstratierecht. Maar we beperken het. We gaan het een beetje beperken. En als je dat niet begreep, tak ja, ondanks COVID, wabi. En dat je komt barasan, tak ja, die pak wabi de. Weet u, als je daar naar luistert, die pak wabi de. Ook of hier, pak wabi de. Een apper had me geappt, hè, mensen, om te zeggen van, moet je luisteren, kijk nou. Milko wakapasi, jongens, zo zijn nou man. En ja, ik had mijn aandacht er niet op gevestigd, hoor, totdat iemand me zegt van, ja, maar je moet toch even kijken, hoor. Ja, en dat schrik je ram, ja. Ik dacht altijd, en dan ga je dat dom geklets krijgen over nationalistisch, nou, dat is dan dat je moet niet zo. Ja, ik denk zo, hoor. Pagwafeest is een Hindustans feest, hoor. Eigenlijk zou iedereen kunnen zeggen, moet je luisteren, is jouw feest, is een nationaal feest daar voor jou, ja. Ga je feest vieren, wij schuiven op. Dan ligt je gewoon maar wintipree. Ja, ja. Mijn schuifje toch, dat ik ga maar occasieren, ik ga maar horen pree. Weet je, het zijn dingen. Hij moet in alle vrijheid zijn cultuur kunnen belichten en uitvoeren naar zijn believen. En ik moet daar niet tussen komen.
Ja, je vindt elkaar mee. Maar je vindt elkaar mee, ga ik niet meedoen. Omdat ik vind van, ja, moet je luisteren. Jij bent met je culturele activiteiten bezig. En dan, mijn ego verschil niet. Ja, maar nationalistisch. En de, want ik zie dat er daar vreselijk misbruik is gemaakt. Want daarom de man is een koeikobar nodig, ja. Maar die eindes pagwa. Ja, maar die eindes pagwa. De man zou bij dat wat capaciteit. De man geeft zoek vallen. Weet u. Want ja, inderdaad. Moeten we ook zeggen dat te de walide, te wees da, of zo. E broma prapi, leta prapi funo. Dan noem maar nog de, is ook een nationaal feestdag toch? Maar noem maar niet ons dan in onze, no. Maar je ziet de pagode, allemaal dat door zee. Weet u, dit jaar mocht het niet. En je had ook verschrikkelijk veel vervelende Hindustanen die zich aanstellen. Weet u, die moet je ook aanpakken mensen. Want ja, die mensen zijn vreselijk misselijk. En ze moeten zich diep schamen, Isabé. En ja, je hebt het resultaat gezien, toch? En wat ik zo erg vind van deze regering ook. Kijk, je moet het volk niet beeld geven dat je onder druk bezwijkt. Je bezwijkt onder druk. Want dat zie je nu gebeuren. Je gaat datzelfde ding krijgen, net als Amoxie met Brunswijk. Van ja, moet je luisteren, kijk nou, meneer Amoxie komt. En hij vertelt over die politie-recruiten. En Brunswijk komt en ja, moet je luisteren, ik ben de voorzitter. Ja, maar jij bent geen minister. Een minister moet beleid uitvoeren. En jij bent maar voorzitter van de ABAP hoor. Ik ben een minister. Ja, en de president ontslaat me en benoemt me, niet jij. Jij kan me wel voordragen, maar ja, ik ga beleid uitvoeren van deze regering. En jij bent voorzitter wel van de Raad van Minister, maar... Je ziet wat er daar gebeurt, toch, mensen? Alles wordt bepaald door die man. Mevrouw Walden, kan je optreden? Nee, omdat ja, die handelaren zijn niet gek. Die zijn bij Brunswijk gegaan en zo, weet je. En hebben zich daar zo gevoegd. Al die mensen als Chotel, als Arjo en noem maar op en zo, weet je. Die zitten bij Brunswijk. Dus mevrouw Walden, je gaat niet kunnen functioneren. Want Brunswijk bepaalt wat je als minister moet doen. Kijk maar naar het ding van Miguel van Assen. Die minister van Sport. Die had niks te zeggen. Ik bedoel die man dat beleidsadviseur. De minister moet uitvoeren wat hij zei. Dus ja, je ziet een hele foute instelling daar zo. Waarvan je kan zeggen van ja, het hoort niet. Hij moet dat niet kunnen doen. Hij moet dat niet kunnen doen, mensen. Hij mag dat ook niet doen. Dat is ondermijning van het beleid. En als je dat niet doorhebt, ja... Ik wint dat aan dat hij. Dan zijn we nog verder van huis. Weet u. Je krijgt dat ding van... hoe heet het? Even kijken hoor. Ik had het hier zo. Ja. Dus dat ding van die jonge feller. Jong boy. Isabel, even jongens gedaan. Je doet alsof je weet terwijl het niet klopt wat je zegt. Is erg moeilijk, mensen. Weet je, dan kreeg je een ander bericht. Brunswijk heeft Boutersen ontmoet. Nou en? Brunswijk heeft Boutersen ontmoet. Ja, het zijn twee Surinamers toch die elkaar ontmoeten. Ja, maar die mannen gaan Boskoff zoeken. Ja, zolang je het niet terugziet in het beleid, laat die man gaan. Heeft Santokki ontmoet, Boutersen, ja. Moet toch kunnen. Een gewezen president en een nieuwe president. Nou, dan, zolang je ziet dat Boutersen, Santokki niet zegt, hey, PG... zeg tegen mevrouw Montnor, ze moet het zaak seponeren van Boutersen. Dan kan je zeggen, hey, wacht eens even. Maar zolang alles gaat, die mannen praten met elkaar, en noem maar op, Isabel, laat die mannen kletsen met elkaar. Ik de man niet aandringen, ik de plezier. Weet je, wat moet je daarover zeggen? Ja, ik zeg één ding, zolang je ziet dat en wij moeten daar op scherp toeletten. Wij moeten daar scherp op toeletten. Want ja, we weten wat er gebeurt met Brunswijk. Brunswijk is geen haar beter dan Boutersen. Op den duur gaat Brunswijk ook vervolgd worden. Wie is verdraaiing? Het is gewoon een kwestie van tijd door mensen. Weet u. Ja, moet je luisteren. Als al die NDP'ers die bij Boutersen waren, overgestapt zijn naar Brunswijk. Ja. Dan zegt dat al boekdelen natuurlijk, hè, mensen. Isabel. Brunswijk, voor mij is het...
Kijk nou, ik ga het openlijk zeggen en ik wil dat je boos wordt. Brunswijk is een leugenaar. Goed opletten wat ik zeg, meneer Sien. Ja, zeg. Brunswijk is een leugenaar. Je moet hem nooit vertrouwen. Wanneer jij je vertrouwen geeft aan Brunswijk, moet je niet klagen. Jij moet niet klagen als je vertrouwen schenkt aan Brunswijk. Brunswijk heeft voor mij afgedaan. Meneer Belfort heeft ook voor mij afgedaan. Hij heeft niet goed gefunctioneerd tijdens zijn periode van de karring als minister van Justitie onder Brunswijk. Weet u, ik heb me altijd even afgevraagd van kijk, Brunswijk gaat bijna 10 jaar op zijn naam als deze regering de rit vol zit, hè, Isabi. Want ja, ik had u uitgelegd van moet je luisteren, Brunswijk, Bouterse zit erop te zin spelen van ja, binnen 2 jaar kom ik terug. Nou, 1 jaar is al bijna voorbij van Santokki. En ik zie bepaalde tekenen van, hé, wacht eens even, waarom zit deze man te rekken? Dan ga ik denken van, moet je luisteren, hij wil geen tweede Shankar worden. Prima, is toch mooi. Laat maar doen. Weet je, en ja, laat maar gaan. Laat maar gaan. Het is jammer voor de bevolking die zijn schouder eronder wil zetten. Want kijk, wat, dat beeld wat je krijgt in Suriname is alleen maar het zogenaamde mij protesteren. Dat is niet waar. Er zijn een hoop Surinamers die weten, die beseffen, van moet je luisteren. We hebben hierop gestemd. We hadden niet gestemd op Brunswijk. Maar ja, je moet een meerderheid hebben om te kunnen regeren. Maar het liefst was hij opgedonderd. Weet u. Maar ja, je kan niet anders. Dus uno tak tak wang ogri chawan bong. No, no, no. Die is nou ogri sa ne chabong. Isabi, maar je zit ermee opgeschreven. En zolang ze bezig zijn, we doen dit aan een buskondere president aan dit aan dat. Liep denk. Nog een keer de macht in het foto. En om compleet was hij daarbij. Dus je ziet dat er een gedeelte, we weten dat er geen ontwikkeling gaat komen in het binnenland. Brunswijk gaat het niet kunnen. Want kijk nou, 10 jaar Bouterse regime. Meer dan 21 binnenlandbewoners. Wat hebben ze voor het binnenland gedaan? Tel ik nou de mij, Pinato. Het is hard. Maar ja, je moet niet bij mij wezen. Je moet ze vragen, zal iemand doen? Voor het binnenland. Niets toch? Nog steeds binnenland in op aan u. Na foto. Dag jongen, hé, hey, zij samen. Hey, Pinato, jongen. Ja. 10 jaar. Weet u. Als je kijkt naar Brunswijk. Van 10 tot 15, de man waar regeermacht. Nu hebben ze weer regeermacht. Samen ga je zien 10 jaar daadwerkelijk Boeskondrismas Dong aan het bewind Fusani. 1,25 de Mloko binnenland. Er gaat geen stap vooruit komen. Men gaat het niet worden. Isabi, dat je mine, mano lukuman, mine kort luku. Maar ga maar kijken, goed kijken naar de zand. Allerlei Malik Linga, Asadang, weet je, Mabo, Nadin, Misikaba. Weet je, al die mensen van Beb. Al die mensen van Doe. Wat hebben ze betekend voor het binnenland? Niets toch? Vandaag heb je wateroverlast. Is iemand naar het binnenland geweest? En mensen, Lukuno, ik ben geen ingenieur. Ik ben geen ingenieur, dus Minosabi. Ja? Ik ben geen geoloog, Minosabi. Maar ik heb wel één vermoeden dat ik moet luisteren. Kijk nou. Alleen je kon ineens zo binnenland in Sungo. Aan onze Zwarte Hoevenbrugstraat. Nou, binnenland zelf kon Sungo. Die mannen gaan, ja, president, ik goed, jongens, staan. Rampenbestrijding, al dat soort dingen. Maar ik heb daarnaar zitten kijken en denk ik bij mezelf dat, jongen. Van wat kan jij, jongen? Wat voel ik moest lauw? Of nami? En ik geloof dat ik het ben, hoor. Weet je, en ook kan dit nooit de man niet vernaam. Want we hebben het hier slechter dan hun, volgens hun, Isabi. Dus liep denk, denk je dat hij. Maar ik denk, waarom zeg ik van, moet je luisteren, kijk nou. Binnenland is Sumo. Ja? Sinds 75, voor 75, op mijn vernaam. Altijd niet meer ik foto is Sumo, maar nu binnenland is Sumo. Hoe kan het dan? Va? Ja? Maar ja, ik denk één ding, grondwater. Grondwater toch? Is er ooit onderzoek geweest? Dat klopt nog. Is dat goed, Boussi? Dan is hij, de man zei, Rokko goed. De mij besef, dat kijk nou, ik ben dat natuurlijke evenwicht van de grondwaterpeil aan het verstoren. Hoe? Wat?
Ja, ik moet voorzichtig zijn, mensen. Ik moet voorzichtig zijn, want geologie toch? Hoe zou je over grondwater hier zo weg in waterbouw kunnen? Ik hoef van de mijn werk dan aan de sanity. En ze hebben het altijd over grondwater. Ja. Hoe verstoor je dat? Look nou. If you in a good busy, je hebt een mooi big pompo. Dat je pompa wat er moppo voor een precie, go naar trauma en was er goed toe. Ja. En dat wat er bent, dat ben je gewoon. Dus je verplaatst water van de ene plek van A naar B. Ja. Ik weet één ding. Kijk, dat is een verstoring van de natuurlijke balans. En dat hij alleen kon drangen. Je verstoort ook toch? En dat is zo van hem. Ja, dan moet je niet klagen. Even zo. En dan weet ik het niet. Ik ben maar een leek op dat gebied. Maar ik probeer daar een bepaalde touw aan vast te knopen. Takie, het zou kunnen. Ik weet niet of het zo is. Maar ik zeg, oké, is daar onderzoek op gegooid? Weet u, dan weten we dat toch, Takie, jongen, Fawaka. Isabine en Asandati. Maar mensen, laten we eerlijk wezen. Isabine, zolang je daar geen onderzoek op loslaat, gaan we het niet weten. Weet u, en dan ga ik met dat vraag zitten. Takie, Fawaka, jongen, Isabine, hoe zit het met ons? Ik ga altijd ermee blijven. Weet je, mensen. Ja, we gaan het niet allemaal hebben over binnenland, hoor. Maar je weet toch, kijk, de mensen die prominent naar voren komen, die ga je bespreken. Ja, maar nogmaals. Dus ja, je hoort een bericht over ontmoeting met Bouter. Ja, big deal. Weet je. Zolang dat ding, die ontmoeting, zich niet gaat vertalen in beleidsmaatregelen ten voordele of ten nadele van iemand, daar moeten we op alert zijn. Weet je? Even kijken hoor. Ik heb het over dat water overlast gehad in het binnenland. Goed zo. Ja, dat ding van die Cubaanse artsen, mensen, speelt er ook. Isabi, wat moet je daarop zeggen? Ja, kijk nou. Daar zie je weer een politieke vriend. En daar zie je duidelijk dat ding wat wij zeggen. Hè? Dat die mensen, die zakenlui die bij de NDP zaten, overgestoken zijn naar Brunswijk. Want kijk nou. Iemand als Marinus B. Kijk, Brunswijk, ik kan takken, ja. Oké. Okay. Niet zo goed onderleg. Maar wij zeggen altijd Marinus B, toch? Weet je? Oké. Okay. Iemand als Marinus B. Ja, ik heb erover gesproken. Dat die Cubaanse artsen gaan niet weg. Maar mensen, Surinamers, laat je niet bedonderen. Daar zie je dat ding weer. Een politieke vriend, denk aan dat ding van die voorstelwagen. Van die ministers. Waarbij een politieke vriend auto's verhuurt aan de regering. Voor exorbitante hoge huurprijzen. Ja, dan gaan we daar protesteren dan, ja. Protesteren in welke zin? Die politieke vriend moet dat kunnen doen. En de staat, aan uw pa bent toch amoni? Gee amang amoni? Weet je amoni? Nou, is dat toch niet? Oké, dan weet je amoni. Geef die politieke vriend. Ja, toch? Hier zie je dat ding ook bij die Cubaanse artsen. Als jij niet weet hoe dat ding in elkaar zit, you know, begrijp je? Want je ziet alleen, ja, maar ja, de mensen in het binnenland, opina, ja, maar je moet die binnenlandbewoners vragen, takkeren, nou. If je klaagt over gezondheidszorg. Van je kan go, dat je go voor een heersiekenhuis legie. Dan bekommer je toch niet om gezondheidszorg. Dus dat zijn dingen die voor mij moeilijk begrijpbaar zijn hoor mensen. En Isabi, ik heb jou altijd gezegd, binnenstandvaste ben ik een van de allerdomste programmamakers. Dus ik begrijp dat niet. Dus laat me nou die slimmerikken overlaten. Ik zie iets dat je Buskondrisma, de man bouwt aan het ook de man, dat er het kon zien, dat is niet. Maar zij is aan mijn joh, aan mijn kooi, als ik kunnen, maar voor alles. Tjagwe. Dan zeg ik, tak ja, maar hier. Je hebt dat want takino wani. Gezondheidszorg ter plekke. Dan hoe je klagen, tak ja, maar in kata, foto, dit, dat. En dan zie je hetzelfde met dingen, die Cubaanse arts.
Ik Cubaanse arts. De man dat keer, landt dat jongen. Ik kon gueren. Want ja, mijn opa hier moro. Want ja, jongen, je kost me dollars. Terwijl als ik Surinaamse artsen heb, ja, Surinaamse artsen gaan daar wonen. Ja, en je moet niet schrikken, mensen. Want ja, ik had u een tijdje terug laten zien waarom willen onderwijzers niet in het binnenland les gaan geven. Ja, als zijn boeskondre man. Hij roeft alles. Zelf de kroos heeft de je vrouw. Zij geeft les de mij voeren. En de dorpsgemeenschap, die doet niks. Weet u, als je me challenge daarvoor, ga ik het voor je draaien om te laten horen. Isabi. Maar die Cubaanse artsen. Ja, als Marinus B. komt en zegt van ja, ik heb bemiddeld. En ja, dan zeg ik, kijk nou, er zit een politieke vriend weer tussen. Er zit een politieke vriend weer tussen. Destijds, en Oesap de man, die zie ik, Hasraat, dan doe maar op, dan doe maar dat, Isabi. Kromo di Harjo, Ricky Kromo di Harjo, naar de wandati. Weet u? Meneer Elias, vandaag zijn we erachter gekomen. Ja? Meneer Elias, elke jaar bijna een half miljoen Amerikaanse dollar. Is dat toch, mensen? Ueratori. Ja? Is er iemand die tegenspreekt? Niemand toch? Is Marinus B. erop afgestapt om te zeggen: nee, Lucuno. Dat geld dat meneer Elias, voormalig minister, heeft besteed aan zijn eigen dochter. Ik wil dat niet meer. Tjara Monica, ik stop dat ding gelijk. En ik ga zeggen, kijk, mijn binnenlandbewoners, die hebben gezondheidszorg nodig. Ah nee, doe ik. Hij doet het niet. Want ja, kijk, je gaat miljoenen aan Amerikaanse dollar betalen voor één persoon. Één persoon. Met die miljoenen kan jij toch docenten, hoogleraren halen. En dan kan jij die mensen in het binnenland opleiden toch, om daar zo arts te worden met die miljoenen. Maar we kiezen ervoor om één persoon miljoenen te geven om te gaan studeren. Was man om. Even pinapinas, maar dat komt in de oula salamonito. Terwijl als jij die miljoenen neemt en je haalt bijvoorbeeld een groep artsen die les komen geven aan honderden studenten met die miljoenen, dan heb je in plaats van 1 miljoenen studenten opgeleid. En ja, je moet wel aan mentaliteitsverandering gaan doen met betrekking tot die binnenlandbewoners. Dat keer, no? Je kan kong, ik kom voor u. Alle de spullen of atozen naar de zandij, kom baar, tak ja, we dede, isabi in, naar we pina, naar de zand, dat die gezondheidszorg. En ja, dan is ook een, dan ik scoren. In ook aan is, maar dacht, ja, de tsunami scoro, de man die, ja, maar je wacht even voor alles aan van scoro. Ja, dan gaat het hem niet lukken. Oeboem, ook nog toch mensen. Dat ding van die Cubaanse artsen, er zit een politieke vriend tussen, omdat je dat systeem moet kennen. Kijk, al die derde wereldlanden, die gebruiken Cubaanse artsen, maar het is een soort uitzendbureau. Isabi toch mensen? Dat zei ik zie, want kon er niks aan lang. Wij moeten gaan ontdekken wie deze politieke vriend is. Ik weet het, maar nou tegen het, hè. Jij moet dat gaan doen. Deze politieke vriend, die krijgt een commissie. Dus deze uitzendbureau in Cuba, die zegt van, moet je luisteren. If you take so many artsen naar mij, met de man kouwerokken in je kondre, dan ben ik wel mazzel. En ja, wat doe je? Ja, die man zegt, oké. President, we gaan dit doen. Het is een goed plan, die snel dat hij zei. Ja, president van Suriname destijds was ook niet zo'n pinter figuur. Dus ja, soms je nakje van Masalaman, dat ik goed doe. En om ik pas aan, weet je, weet je, money. Daarvoor zitten we hier. Nou, dan gaat hij dat ook doen. En mij kies van Masal, dus dat mij teken. Trouwens, ik kies van commissie. En ja, dan komen er Cubaanse artsen. Weet je, mensen. Zo wordt dat spel gespeeld. En ja, kijk, als ik hoor dat Marinus B. dat ding wil voortzetten, dan zeg ik, oké, dus die persoon valt weg. En gaat hij dan dat commissie blijven innen? In plaats van Trawano. Dan naar Poerbroeko werd Broeko toch mensen, heeft Marinus B. te keer over. Want ja, ik zou zeggen, nee, kijk nou. Ik had hier een hele discussie met een apper ook. Om te zeggen van, moet je luisteren, kijk. Die man vond, ja, maar ja, als je 5.000 euro... extra betaald,
dan krijg je de allerbeste zorg in Cuba. En dat is, ja, dat is een hele foute gedachte volgens mij. Ja, je te kimonichago giwan trakondre. En jouw gezondheidszorg gaat achteruit. Nee, je moet in je eigen land investeren toch. Je moet gewoon deze Cubaanse artsen gewoon opdonderen. Weet u. Gewoon wegsturen. Je moet ze niet laten. Ja, en je moet Surinaamse artsen gaan opleiden. Om ze in het binnenland te zetten. Met die verstand, dat moet je luisteren. Je moet wel keihard optreden. Want het moment dat je een binnenlandbewoner moeilijk de man. Dat je gewoon gelijk stappen onderneemt. Snap je mensen? En als het dorpbestuur daar ook niet aan wil meewerken. Ja, dan houdt het helemaal op. Dan laat je ze gewoon. Dan moet je ook mans genoeg zijn om te zeggen, ik stop het. En je krijgt geen hulp. Dan kan Marinus B. gaan klagen. Brunswijk kan gaan klagen. De helmet beide. Hoe nee doen? We investeren daar niet meer. Ja? Dan moet je eerst aan mentaliteitsverandering gaan doen. En als je dat gedaan hebt, ja, dan zullen we weer kijken. Weet je mensen. Dus rondom de ABOP zijn er een paar berichten losgekomen. Met name die ontmoeting van Boutersen. Geen toegevoegde waarde, die Cubaanse artsen mensen. En dat ding van die water. Wateroverlast, ja. Het is weer in de mensen. Het is vreselijk weer in de. Weet u. Ik zeg u eerlijk, we moeten enorm voorzichtig zijn hiermee. Je weet toch, Suriname begrijpen dat ding niet goed. Ja. En ja, als je ze ermee confronteert, het is een slecht nieuwsbericht, hè. Ineens zou je confronteren, want ze zeggen, nou, maar kijk, wat voor stommiteit je uithaalt, jongen. Moet je niet bij jezelf te raden gaan. Weet u, kijk, dat ding van die Cubaanse artsen wereldwijd is altijd bekend, behalve in Suriname. Behalve in Suriname. Isabel. Een paar mensen weten het natuurlijk, want daarom maken ze misbruik ervan. Die wij kiezen een commissie, Isabel. Nou, dat is aan ja, dan. Suriname heeft artsen toch naar de zanne. En ja, die krijgen allerlei larikoekverhalen eromheen. Ja. En zo maken ze misbruik van de binnenlandbewoners. Weet je, mensen. Je weet toch, deze artsen. Hoe ga je communiceren met die mensen? Ja. Maar goed, mensen. Ze zijn zogenaamd zo blij, want mensen spreken voor zich. Goeie na, boezies, refiko, actie, of dit, dat, vijf en vijf ding. Weet u. Als die mensen zo blij met ze zijn, dat moet je gaan afvragen. Maar, mensen, je weet toch, slecht nieuwsberichten zijn nooit goed. Ja. Is net als met die COVID. Als je dat bekijkt in Suriname, met name die. Dat bericht met betrekking tot de sluiting van de markt. Ah, als je dat ziet, mensen, oh, iedereen gebellig, iedereen heeft een mening erover. Ja, de regering heeft niet gecommuniceerd en dat soort. Ja, ik moet altijd denken aan iemand, ik ken iemand die HR, Human Resource, heeft gestudeerd. Hè? En ja, is dat nou een deftige naam voor personeelszaken? Dus die de tegenwoordig, hoe net die personeelszaken, maar weet ik, Human Resource. Oké. Okay. Is veel omvattender dan een begrip. Je kan er alles om. Omdat het een. Ja. Een onbekend woord is. Dan kan je zeggen. Oh ja, maar dat hoort er ook bij. Ja, maar wacht eens even. Dat is geen personeelszaken toch? Denken, ja, maar dit is geen personeel. Het is Human Resource. Dus je maakt iets een beetje onduidelijk. Je geeft een mooi woord er. Je ging voor een. Een woordje eraan waarvan niemand de betekenis weet. En dan kan je anders alles eronder schuiven, Isabi. Maar goed, Efmi Lucas heeft COVID in zijn land toe. Dan is van, boy, daar zie je altijd de Surinamers zeggen van, ja, moet je luisteren, kijk nou. Ja, de regering heeft niet goed gecommuniceerd en dit, dat. Ja, het zou kunnen. En wat denk je dat die stomme regering doet? Al die stommerikken. Die dan de regering vormen. Ik ga het zo noemen hoor mensen. Al die stommerikken. Die trappen erin. Die trappen erin. Terwijl die niet. Look hoe. Nou, niet tak naar een man voor Human Resource. Een Human Resource Officer. Dan. Mensen, kijk nou. En daarom. Kijk. Je weet toch, als je ondernemer bent. En je hebt werknemers. Dan moet je allerlei gesprekken gaan voeren toch met hun. Ja. Je moet.
beoordelingsgesprekken met die mensen voeren. Je moet een hele status gaan op nahouden hier zo. Ja, je moet die persoon om de zoveel tijd beoordelen. Om te zeggen, moet je luisteren, kijk nou, dit zijn die minpunten. Je moet eraan werken, anders ga ik je contract niet verlengen. Weet je, zo stimuleer je mensen om beter te gaan presteren. En ja, verbeterpunten. En ook goede dingen ga je zeggen. En ja, dan kan je een loonsverhoging krijgen, een promotie maken, dat soort dingen. Weet u, dat je mensen prikkelt om en uitdagingen aangaat met hun. Maar goed, ik heb het over slecht nieuwsberichten. Want ja, if je werkgever moest kort tijd, je moet snel naar huis, want ja, er is een ongeluk gebeurd, dit en dat. Zijn slecht nieuwsberichten, daar word je ook in getraind. Ook in Suriname, met betrekking tot dat ding van die COVID, dan zie je van, ja, Lucas, dan heeft Pagwa wat er bij Wakapassie is gebeurd. Maar mensen, kijk nou, wees een beetje helder nou, ja. Kijk, controleer dat ding. Denk een beetje nuchter met Wakapassie. Wakapassie, daar zit die mevrouw Waldering, Ingrid Waldering Boutersen, toch, ja. Er zijn zoveel mensen naar Wakapassie gegaan. Allemaal uit Banyan dringen. Kijk, de regering heeft al gezegd van ja, we gaan het niet vieren. We gaan het sober vieren, thuis en zo met zo min mogelijk mensen. Maar wat zie je gebeuren bij Wakapassie? Luku om in Sanamango. Luku om in Sanamai Banyan dringen. De maf de kabana. Johan Tijmitak, wanneer de regering zegt van ja, alles is gesloten, is een nationale dag. Supermarkten, alles is. Maar de man van Kabana, de man Bordenjang, want de man Sabitak is smokkom. Ondanks dat de regering zegt, ja, nee, maar dat mag niet. De man voorbereide mensen, ze hebben grote voorraden ingeslagen, want smokkom. Dus daar moet je een beetje helder gaan nadenken. Dat je dan ook kijkt, wat is dat niet klopt, ja, wat is dat niet klopt. Want de mensen, ik denk, voorbereiding, boarding, alles aan. Put alle die spullen, dat is serieus, ik moet niet, jongen, Isabi. Weet u. Dus dan, je ziet dat gebeuren. En ja, omdat dat ding iets is van de voormalige dingen van de NDP. Weet u, dus ja. Dan kan je iets organiseren. En ik kan Bering Johan trouwen. Nee, hey, maar het heeft te maken met Pagwa. Vooral omdat de Surinamer kortzichtig is, toch? Ik heb gezegd, de Surinamer is short-minded. Hij vergeet die Sani snel. Je vindt hij een euro geleden, want Sani. Maar vergeet ik wat hij betekent, Isabi. En ze zijn ook nog kortzichtig. Die doet dit aan dat hij. Ja, eet, kook wat Sani nou, wat kan passeren, wat doet dat? Ja, maar het mag toch niet, want ja, de regering heeft gezegd, je moet het niet doen. Maar je moet focussen op die cabanas. De man Borinjan, ja. Bij met die groente, alles aan die borden, ja, putti en wacht is mij kom. Hoe weet je zeker dat er mensen gaan komen? Dat jij je investering gaat uithalen? Weet je mensen? Dus, ze waren ervan op de hoogte. Ze wisten dat het zou gaan gebeuren. Waarom? Omdat ze het zelf georganiseerd hebben. Zij hebben het zelf georganiseerd. Dus daar moet je enorm, enorm mee voorzichtig zijn. Noem ik iets wat jij edigwe. No, mekis machayu edigwe mensen, weet u. Dus, kijk er goed naar. Analyseer dat ding, ja. Als je zoveel mensen hebt die daar zo komen, de man bij jou een bier, de man bij jou een cola. Je moet dat bier hebben en die cola dan. If mi besabi, dan moet je luisteren, kijk nou. Morgen is een nationale dag, alles is gesloten, omdat ja, en vooral met COVID, uno kan go serie naar de sandati. Dus dan ga ik niet investeren. Maar de man die ze investeert groot. Want ja, de man Sabi, ze wisten dat op voorhand al dat morgen, ondanks de regering, dat ja, het mag niet, de man komt bij elkaar. Ja. Ze hebben één fout gemaakt, want de man maakt beelden. En we zien de idee. Ja, en ik heb altijd gezegd, kijk, noem maar iemand die discrimineert of racistisch is. Ik heb altijd gedacht dat ja, Pagwa-feest is een Hindustans-feest. Ja, hij is nationalist, ja. Nationalistisch, ja. Maar waarom zie ik maar één nationaliteit? In overwegende mate daar dan? Waar is dat nationale gedrag?
Ineens is voor Jan Panisi. Ineens is voor Hindustani Man. Ineens is nog maar sneezy. Maar een groot gedeelte wel. En dat, je ziet hem verder toch? Dan moet je zeggen, ja, pak wel 54 jaar. Maar dan Jozef Berger wel. Weet u, tegen de koffie dat je ziet, dat zijn man die ziet. Zij protesteren dan verder. Zij bari, tak ja, pak wel sani. En in Luko 1 juli, dat je ziet, zou wat doen. Dat wij horen, bij je feest toe. Is dat bij je? Jong, af je gehoor. Ga je feest vieren. De jo dede, jo siki. Ja? Hoe zou ik het pas zingen net die voor je? Ja? Tegen hun al dat in, hoe zou ik je pie zingen? Weet u mensen, dus ja, het is dingen. Slecht nieuws berichten mensen. Slecht nieuws. Dus ja, wat krijg je? Je ziet een piek. Ineens zo. In het aantal besmettingen in Suriname. Nu moet je dan maatregelen gaan treffen. Maar omdat die man die is doos aan die zie, dan zit je met dat ding. En daarom zeg ik van die stommere kinderen de regering. Die trappen daar ook in. Ik begrijp dat niet. Dat je daar hier niet doorheen kan prikken. En dat je dat ding gewoon open en bloot zegt op de tv. Van moet je luisteren. Oké. Okay. Ja. Dan. Dat is steek op. En dat is dat niet. Maar dit is wel de waarheid. De feitelijke toedracht. Wat wij zien. Ja. Wijs mensen erop. Die meneer Dingen. Ramadin. Die komt en die vertelt dat slecht bericht. Van moet je luisteren mensen. Kijk nou. 54 nog, denk ik. Hou me te goed door, mensen. Maar ineens zo'n geval, het aantal COVID-besmettingen is opgelopen, man. En ja, dat vouwen door. We gaan dit sluiten, dat sluiten en dat. En dan zie je dat er dan gekletst wordt in de samenleving. En de regering bezwijkt daaronder. Dan zeg ik, ja, betri tapudai gue. Betri tapudai gue. Maar het kan ook een strategie zijn. Net wat ik je gezegd heb, Bouters, je kon toch toejari. Binnen 2 jaar, ja. Want jari bijna psa. Denk aan dat ding van Ramse Wakchankar. Weet u, wat ik u verteld heb. Ook binnen 2 jaar. De man poer in toch graanhoes compleet koop. Shankar, tak jonge brada goed doen. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Ga maar doen. Kon hij het? Natuurlijk niet. Hij is er niet voor opgeleid naar geschoold. Maar ja, die militairen hadden andere bedoelingen. En ik goed erom. Tak je. We konden corrigeren, want we gaan scoren, we leren. Het ging er ons om, om een beetje tijd te rekken, takia, Shankar, no beginnen, takia. We gaan strafvervolging inzetten van de decembermoorden en er gaan onderzoeken plaatsvinden. Dat was die insteek. Ja, ken je geschiedenis, mensen. Maar, dus je ziet bij Santokin, die zegt, oké, okay, je wil. Ik zie een bepaalde lijn, hè. Look, oké, okay, dat van die vervoerstoelag ik wil bezuinigen, zodat ik jouw BASO-kaart, jouw AOW, jouw kinderbeslag kan betalen, gegarandeerd. Maar nou wanneer? Laat maar gaan. Dat we paar jaar money. De politieke vriend geniet ervan. Meneer Marinus B. die komt. Hij zei, ja, Cubaanse artsen gaan niet weg hoor. Nee, want ja, die politieke vriend. Ik weet niet. Ik ga niemand beschuldigen, maar ik ga het wel in mijn achterhoofd houden. Ja, die politieke vriend, die verdient aan die Cubaanse artsen. Door een commissie te krijgen van dat uitzendbureau dat deze mensen uitzendt. Moet je maar chimoni uit en toe. Dan zeg ik, ja, laat het. Maar het gaat je wel dollars kosten. Het gaat je dollars kosten, ja. Anomie Pasanang. Weet je, die dollars zijn wel van mij, want mij kies zo'n chimoni. Weet je, slecht nieuwsbericht, mensen. De regering komt en die zet met maatregelen. Er komt druk uit de maatschappij. En ja, die maatregelen worden teruggedraaid. Ik zie een lijn erin. Net als Cubaanse artsen wegwezen. Nee, Cubaanse artsen blijven. Sluiten dat ding. Nee, laat maar open dat ding. Ja, laat maar gaan. Ja, zeiden dan. Ja, je moet je luisteren. Kijk nou. Even padate bereien voor. Samen aan Brunswijk, Foucault regeer, baga. Ja, laat hun het opruimen. Ik rek die tijd wel hoor. Maar ja. De grote verliezer gaat zijn Suriname. Want ja, we komen niet vooruit. Asanif IMF moest al lang kan een kruiken zijn. Maar het komt niet. Ja, laat maar rekken. Laten we maar rekken. Weet u, Koluku zei zo. Ja, als mensen zich voorbereiden om over te komen nemen. Ik kan jou één ding garanderen, Santokis. Nee, wacht niet, dat hier alsjeblieft hoor. De sleutel van het grandma Oso. Weet je, Gotang, go regeer, jij bent president. Weet je mensen. Dus,
Suriname gaat de grote verliezer worden. Niemand anders. Suriname. Weet u. Moet je dat willen? Ja, eigenlijk niet. Eigenlijk niet. Maar ja. Als wij zelf niet nuchter en helder gaan denken en dingen proberen te doorgronden wat er in Suriname gebeurt. En het niet vanuit de studio uit Rotterdam moet komen. Ja mensen, dan zijn we... Dan heb je geen recht van spreken, laat me het zo zeggen. Dan ben je gedoemd om te mislukken. Dan afitang. Afitang, weet je mensen. Kijk, zijn deze dingen relevant voor Suriname? Ik kan u één ding verzekeren, dat er grotere donkere wolken boven Suriname hangen dan deze rommel van Brunswijk en Bouterse en Marinus Bay. Die dingen, ja, hoe zou je altijd dat de man is bij Njamoni, dus ja, het is een soort Njamoni. Maar er is iets vreselijk gevaarlijk aan de hand in Suriname. Vreselijk gevaarlijk, mensen. En daar wil ik mensen op wijzen. Even nog het laatste zeggen hierover. Isabi, toch slecht nieuwsbericht dat de Montei in de commissie nu zegt. Je kan nooit goed praten over een slecht nieuwsbericht. If je kon ik tegen de man voor je, dat je hebt dat je hebt. Ja, Isabi, want ja. Uno, want ik risico na de sanati. Guastrati. Weet je, mensen, kijk nou, ik leg ze nou maar uit. Aerosolen. Sana aerosolen. Isabi, op een mof voor je flit. Na zijn dat we elkaar aerosolen. Dat wint hij wijn, tjak we. Tjak op het wat er allemaal voor. En zo, ik is aan die COVID. Weet u mensen? Maar je moet ze dat gaan uitleggen. Dus de marktverkopers, die komen in opstand. Dat beeld wordt geschet voor jou, dat dat zo is. Maar ik heb nog een andere programma zitten beluisteren. En daar zie ik een heel ander bericht naar buiten komen. Ja, waarbij mensen begrip tonen. En zeggen, ja, Theo, hoe tegen de man dat jongen? We lopen het risico om gesloten te worden. Draag een mondkapje. Dat is sabi toch? Een heer bijbel voor zijn lang en op. Allerlei scheldwoorden, al dat soort dingen. Een hele scheldkanonade je kiezen. En ja, je ziet twee groepen, die mensen begrijpen dat en die willen zich eraan houden. Maar je hebt een groepje die het verpest voor die mensen die zich wel aan de regels willen houden. Is dat weer? En je ziet het telkens, hè. Kijk, de ones zijn scoto lockdown overtreders, mensen. Hier en hoe haal je het in je hoofd dat je compleet lockdown overtreders? Tegen me. Ik kan dat niet begrijpen. We hebben met z'n allen afgesproken hier in Nederland. 10 euro, we tapen alles. Allemaal is daar ofzo. Hoeveel lockdown-overtreders zijn er hier? Ja, wie kent misschien een paar na de sanatie in overdag. Dat ik samen school in de mijn Yagigwe na de sanatie. Maar als ik kijk naar mijn buurt en mijn omgeving. 10 euro. Alles is dood, stil en verlaten. Geen één persoon. Zelf de man zat dat we niet naar tien. 14 jaar is idee, wat kan ik dat we niet naar tien. De man heeft gebruik van regelen. Ik ja, in de kant tegen dat we dat je hoor. Ja, bijvoorbeeld, je hebt het maar een man tegen Isabi. Dus jij krijgt ontheffing, je mag met jouw hand gaan lopen. Isabi, dat je Jaramango door een behoefte. Dus mensen. Dat zelf zie ik niet gebeuren. Maar ik zie ze wel van 9 tot 10. Is druk, de mij wakker. Dan moet je de mango doen. Dat is prachtig om te zien. Is heel prachtig. Mensen. Dus het is een gemengd en vertekend beeld dat mensen zien. Er is een groepje in Suriname die de bevolking aan het opjutten is om te zeggen van ja, ik hoef van mij protesteren, mijn man die, ja, maar jij moet daar proberen te doorgronden wat daar gebeurt. We kennen dat, denk 10 jaar lang, Bouterse. Hoe de media bespeeld werd. Hoeveel mediahuizen. Ja? Geld kregen van Bouterse. Alleen maar om bepaalde dingen niet uit te zenden en programma's te maken. Isabi toch?
Zelf in het parlement ging men klagen, dacht jong, mediahuizen zijn weer in de hoor. Tegenwoordig is die Sani, Isabi, dacht ja. Ik meen, die man Baldoezing is weer bezig, dacht ja, man beledigde president, vrouw. Ik zou zeggen, jongen, waar maak je druk over? Laat die man toch in zijn mond. In Loeren, dat kwam ze niet bezuinigd, de waarheid is. Dan moet je dat gaan ontkrachten, toch? Maar even je goed tap aan, man. Laat die man praten. Je moet mensen ontmaskeren. Weet u, en gewoon laten zien van, kijk, hij liegt. Hij liegt, dat moet je doen. Net als meneer Belfort. Weet je, zodra je ons koto kon nou in opspraak, moet je bij Belfort wijzen. Hij heeft gezegd in Brunswijk. De mouw verander. Wie is de man strafblad door veranderd? Is die man veranderd? Nou, de goed is nou. Accent of veranderd. Zo moet je ze aanpakken. Als meneer Baldoezing gebruik maakt van zijn recht op vrije meningsuiting, prima. Laat die man doen. Maar je moet kijken wat zijn mening is. Wat is dat mening dat hij aan het verkondigen is? En aan de hand van wat hij gezegd heeft, dan moet je proberen het tegendeel te bewijzen. Als je het tegendeel niet kan bewijzen, ja, dan heeft hij gelijk. Maar het moment dat jij gaat zeggen, ja, ik kan het tegendeel niet bewijzen, dus ik ga hem afstraffen. Ja, want ja, Pneu deed het ook, ja. Ik weet het niet, mensen. Ik zou zeggen, Mickey's Mataki. En ja, zodra jij weet dat het niet zo is, dan kom je met een tegenbericht. Dan zien we wel waar het schip strandt. Ja. Al deze dingen, met name slecht nieuwsberichten. Je kan communiceren van wanneer. Ano broko, ano go. Je kunt even man taki, jereno, in tapistent, want ja, in een maxerie. Ja, dat van mijn jang, van mijn judici, dat hij, ja, Isabi. Je hebt een keus, je opostent, ja, je deed en dan gaan we trouwen deed toe. Weet je, alle money zij verdient, wat bief teki, go bij een kisigi, kon, ja, Chau Riga begrafenis ondernemen, nou, dat is anders. Geef niet, kies daarvoor. Isabi, een paar van jullie gaan het overleven, maar een groot gedeelte gaat sterven. Sorry, dat is de naakte waarheid nu. Dus ja, even Johan, oppo. Ja. Ik zou zeggen tegen die andere tak, ja, maak een keus. De man zal maar oppo. En de bevolking ook, kijk nou. Als je daar wil gaan onder de markt en je wordt ziek en dood. En je gaat dood, prima. Je wordt ziek, je gaat naar de markt, je wordt ziek. En dan... Je snapt aan mijn mofodoro, lantie mofodoro, die vindt dat ja, mijn kon jepie, kon genezie, kon pte, atoso, die dres in aan de zand, ja, het gaat hem niet worden. Una wa money. En ik ga dat geld niet gebruiken om mensen die koppig zijn te gaan genezen. Dat ga ik niet doen. Wij in Suriname moeten we datzelfde stelregel hebben die wij hier hanteren. Je moet de gezondheidszorg, goed opletten wat ik ga zeggen, je moet de gezondheidszorg uit het ziekenhuis halen. Ik weet wat je zegt. Gezondheidszorg ligt toch in het ziekenhuis? Van man, die zit daar gewoon feest in, dat ben ik nou, en dan staan er dringassoppie, en dan zei takkie. Ja, ik blijf erbij. Je moet de gezondheidszorg uit het ziekenhuis halen. Ja, en laat mij jou zeggen waarom. Je moet de gezondheidszorg uit het ziekenhuis halen. En de gezondheidszorg in de maatschappij. Naar de maatschappij toe brengen. Dus je gaat de gezondheidszorg uit het ziekenhuis halen en in de maatschappij stoppen. Wat bedoel ik daarmee? Hier nou. Nou, de kassansa, meneer Ramadindo. Tegen de man dat hier nou, kijk, ik ga dingen, voorzorgmaatregelen treffen. De markt gaat moeten afsluiten. Want ja, weet je. Er komen te veel COVID-gevallen voor in Suriname. Mark, we weten, is een broei hard. Ja, voor COVID-besmettingen. Dus ja, sorry, ik stop het. Ik ga preventief werken. Dat is gezondheidszorg weghalen uit het ziekenhuis. Nee, wacht die. Oké, de man, liever wil je op de man kon ziekie. Oké, tja, de man gaat of zo. Daar begint de gezondheidszorg. Nee. De gezondheidszorg begint in de maatschappij. Waar? De maatschappij begint op de markt. De maatschappij begint bij Wakapassi. Ja?
Als jij dat niet begrijpt, ja, dat de gezondheidszorg daar begint en de regering zegt van, moet je luisteren, ik haal de gezondheidszorg uit het ziekenhuis en ik leg de gezondheidszorg in de maatschappij, ja, dan hebben we een probleem, ja. Want als je de gezondheidszorg in de maatschappij zet, dan komen er dingen als wat capaciteit niet voor, ja. Tenzij je mevrouw Waldering-Bouters hebt die dat soort dingen organiseert. Stiekem. En hij die biedt toch. Weet je, ja. Zij is toch voorzitter van die vereniging. Voor de cabana. De man zijn bereid voor voorkomen Kinyang. En ja, kijk wat voor broeihard voor COVID dat wordt. Weet u. En dan krijg je die mensen van Vellerik, Kombari. Dat, ja, die pakken we ook bij zijn in vier feesten. De noten gewoon protesteren. Echt die abnormale mensen die denken dat wij op ons achterhoofd gevallen zijn. Terwijl tegen Lukofini alle medalen. Alle de man die zien bij de Oktawa capacie. Isabi, visoris met dat ja, we overtreden pakken. En dan zitten ze daar dan te schreeuwen en te dingen. Weet je mensen, dus ja, prik daar doorheen mensen. Dus, even dat ding afronden. Tega woyo dego tegen de man iets, Sani. De mogen gebruiken van Sani, dat ja, ja, je hebt niet goed gecommuniceerd naar de Sani. Ja, slecht nieuwsberichten kan je nooit goed communiceren, mensen. Het komt nooit goed over. Isabi. Nou, lekker apuku. Zei koiko tegi pa fukade. Don't shoot the messenger. Isabi. Zoals dat bij weer terugkomen, wat er ging, dat we tegen Grand Tangi weer dansangen, dat ja, ik kon tegen pa fukade, dat we accepteren. Maar je ziet Ramadin kon dat hij dat keer een boyo is een brandhaar van COVID. Ja, dat we allemaal een jompel. Nee, Nicky, weet u. En dan, we doen zodanig dat, ja, nee, kijk, omhandel, Isabi, want ja, het gaat niet. En ja, dan zie je de regering weer bij elkaar komen. En die zegt van, oké, dan draai je terug. Ja, dan zeg ik, oké, maar hoe dan? Zijn jullie nou stom of wat? Nee. Ik zeg je van, moet je luisteren. Die mensen zeggen, kijk nou, we luisteren naar de maatschappij. Maatschappij, wil je elkaar besmetten? Prima. Meneer Boutersen, binnen 2 jaar. Hoe lang van binnen 2 jaar, jongen? Hoe is het 1 jaar ik bij? Isabi, en ja, de maatschappij zit te schreeuwen. Ja, maar nee, doe niks. Nee, ik ga ook niks doen. Want ik wil zekerheid hebben dat ja, wanneer ik een plan maak en afspraken heb, met de IMF, met de IDB, met noem maar op welke bank ook, als Islamic Development Bank, met de potentiële investeerders, dan wil ik hun de garantie kunnen geven dat ik mijn plannen ga uitvoeren. Maar nu heb ik dat niet. Omdat ja, toepadrijwamang, ik kon tegen mij, want toen zei hij dat jij ook ik kon erover bakken, ze gaan dingen lam leggen. En ja, kijk, zolang je mensen hebt als Veller, jonge mensen die vreselijk dom zijn. En je ziet de biggies mannen omheen, toch? Voor mij steken op voldoende in dat nonsens. Isabi, je ziet een vrouw is door je bari, dacht, ja, mijn man, bij haar ja, Amerikaanse bootjes is zo duur. Dat mijn actie me af, dacht, jongen, zo'n biggies man, jongen. Isabi, en Sabi, dacht, je redde een Amerikaan boot toe, kippenboot zijn, ja. Dat ding, hoe heet het? Eetbare kipslagafval genoemd wordt. Goed luisteren. Eetbare kip, slagafval. Naast aan dat hij bedoelt. Ja, in Amerika mag je het niet verwerken tot hondenvoer en kattenvoer. In derde wereldlanden, Isabelle, Suriname, die arme landen, Haiti en noem maar op en dat soort dingen. Daar kan je, dat mag je aan die mensen geven. Ja, de hel met hun. Ja, mijn pina toch. Alsjeblieft, eet onze rommel maar op. Ik snap het maar, ik dacht, ja, nog maar een paar jaar, want ik hoor die raden, ja. Weet u, heel erg. En de woman no de, want ze heeft zichzelf afgesloten van de werkelijkheid, van de realiteitszin. Isabi. En soms kan je haar niet kwalijk nemen, want Abba moet niet erg van houden, want ze heeft, ja, Isabi, dat er mensen zijn die dit soort mensen misbruiken. Hoe kom ik wel lobbari naar de sanatie? Want ja, komt er een zinnig woord uit haar mond? Nee. Komt er iets van realisme uit haar mond? Nee. Ja. En ja, wat moet je ermee? Ja, een stieke ding, lage letter erop. Daar gaat het om. Dit is voorbereiding op dat ding toch. Die Slesie, ja.
Mino beri bau terso tika kondri abra nanga mang kup manca de mang lik Abraham nanga de maliki kranoks de mang ko uruba ya de ya if you look at gonga go he bigi den sodana na a leeftijd voor den ze hebben al die tijd 10 jaar op een lower gezeten dus ja de man chawan lo sikitu luko bau terso om een sika abi onderliggende dus ja. Je hebt deze jonge mannen nodig als veller en dat soort dingen. Isabelle Key, Piqué, weet u. Ja, mensen, het is triest. Ik heb u gezegd, er is een veel groter gevaar dat Suriname bedreigt dan dit soort kleine dingetjes. Want dit soort kleine dingetjes, je kan er zo doorheen prikken. Je prikt er zo doorheen. Is lastig. Je moet met betere dingen komen om ons wijs te komen maken over Suriname. Maar iets wat levensgevaarlijk is voor Suriname, daar ga ik u naar willen meenemen. Want ja, dus laten we dat rommel van verder laten. Isabi en die nonsens van Brunswijk en Boutersen en wateroverlast. Kijk, als je zelf de oorzaak bent van dat wateroverlast, dat die hoge, hevige regenbuien in het binnenland plaatsvinden dat je overstroomt raakt. In ons krijg je het later. Je ziet modderstromen aan de zandati. Wat is het verschil met Suriname en andere landen? DDF van ook. Nou, jij zoekt het ook. Jij zit het binnenland te verpesten. Je vindt niet dat je in Kotbon. Je vindt dat je verplaatst wat er van de ene kant naar de andere kant. En mensen houden me te goede. Isabi, man, expert. Maar zolang je tegendeel niet kan bewijzen, dan zeg ik oké. Een petje af voor jou, weet je. Maar dat zijn vragen die mij bezighouden. Dus je doet het zelf. Ja, je vindt geen contraceptie, dus dat is nobody. Mensen, een veel groter gevaar dat voor de kust van Suriname, wat zich voordoet in Suriname. En je moet er niet te lichtvaardig mee omgaan, mensen. Want dit gaat Suriname helemaal vernietigen. Helemaal, zeg ik je. Waar heb ik het over? Haitianen, mensen. Haitianen. No mixen na man kong. Dan in mijn tijd, ja, maar Haitianen werken hard, hoor. En dit, dat. Nee, Haitianen werken niet hard. No mixen na kisi. Ja. Ze bedonderen en belazeren waar je bij staat. Dat doen ze. Isabi. Haitianen, mensen. Ja. Er is een bericht geweest op dingen. Isabi brandvermeldingen, ABC. En ik schrok ervan. En dan denk ik weer bij mezelf. Oké, wat is er nou man? Ik dan in zijn naam. En dan niet begrijp Saib Sanin en Kondri. En ik begrijp het zelf, Servi. En ik begrijp Saib Sa. Weet u, wanneer je Theo Brokking in een Chimonida, dan kan dat kachawafa doen. Maar niet begrijp ik, ja. Dus, de Haitian mensen. Ik wil alle Surinamers oproepen om daar vreselijk alert op te zijn. Vreselijk alert op te zijn, mensen. Want ja, kijk nou. Het is niet goed wat er hier zo plaatsvindt. Het is niet goed. Dit ding gaat een grote schade teweeg brengen in Suriname. Waarom? Omdat ja, we begrijpen het niet. Hoe niet begrijpen wat er plaatsvindt. Ja. Als je niet begrijpt Asanif de Cubaanse artsen, van je man begrijpt Asanif de Haitianen. Weet u, we gaan ervan uit dat meneer B heeft het goed gedaan, maar heeft het teruggedraaid, ja. Weet je, die Cubaanse artsen blijven, die binnenlandbewoners, de Nossikimoro, ja, dat is nog meer grap. Weet u, het is allemaal larikoek. Larikoek, waar heb ik het over, mensen? Kijk nou, er is een commandant van de militaire politie, is dat toch, mensen? Militaire politie Marussosee is belast met grensbewaking. Sanderij is grensbewaking van Suriname. Ja? Daar zie je weer een politieke vriend. Een politieke vriend. Weet u. Die man heeft zoveel macht dat de regering van Suriname, ze kletsen over lockdown. Maar mensen krijgen ontheffingen. Ja? Dus wat krijg je? Vliegtuigbeweging tussen Suriname en Haiti. Haitianen komen. Je luistert naar Standvaste Radio. Heb je ons gemist? Check ons op standvasteradio.nl.